Hey, leuk dat je weer kijkt. Er zijn natuurlijk heel veel nieuwe sets uitgekomen deze maand. Ook 5 van Speed Champions. Hier staan er al een paar op een rijtje. Ik heb mijn favoriete eruit gekozen, dat is de Lamborghini. En het is een echt Lamborghini product, dat kan je hier zien. We gaan hem bouwen. Oké, we hebben hier het instructieboekje. 2 bouwzakjes. En een heel mooi stickervel. Yes, hij is klaar. Nou, er zaten echt hele coole bouwtechnieken in. Deze auto die leent zich ook gewoon perfect voor een Lego set. Alle vormen hebben ze eigenlijk wel te pakken gekregen. Er zit 1 poppetje bij de set. Hij heeft een echte Lamborghini jas aan en hij is de monteur. Maar hij kan ook de auto besturen. Ik weet wel waar hij blijer van wordt. Hij moet nou nog een beetje zwoegen, maar als je zijn kopje omdraait... Ja, wat hij echt leuk vindt natuurlijk is gewoon een rondje rijden in die dikke auto. Dus we gaan hem er even in zetten. Het interieur is helemaal rood van binnen. Zint echt ook zo. En wat ik een heel leuk detail vond was de versnellingspook. Hebben ze gebruik gemaakt van een microfoontje wat je ook bij Lego Friends ziet. Door de achterruit kun je niet kijken. In het echt is dat een heel klein ruitje waar je eigenlijk ook niet doorheen kan kijken. Ze hebben hem hier gewoon weggelaten. Dus de enige manier dat is via de spiegels. Nou, we doen het dak er even op. Eigenlijk alle vormen van de auto die hebben ze wel goed te pakken gekregen. Hij leent zich ook heel goed voor een Lego set. Het is een beetje een blokkige auto met rechte vormen natuurlijk. Vooral de achterlichten vind ik heel gaaf gedaan. En deze 2 panelen die schuif je er op een hele leuke manier in. Dan hier de koplampen. In het echt kunnen die natuurlijk omhoog klappen. Ja, dat kan deze niet. Maar er zitten wel 2 stickers op de plek daar waar ze in het echt zitten. Ja, het is een logisch compromis op deze schaal. Maar wat ik wel een beetje jammer vind, is dat de deuren niet open kunnen. In het echt gaan ze natuurlijk zo mooi recht omhoog. Ik snap dat het niet gaat, maar het was wel heel vet geweest. Nou, dit is misschien wel een van de meest iconische auto's uit de jaren 80. Toen die uitkwam in 1974 betaalde hij ongeveer $72.000 ervoor. Vorig jaar hebben ze een nieuwe versie uitgebracht. Een hybride auto die was meer dan 2 miljoen. Je kan hem natuurlijk kennen van de Wolf of Wall Street, waar ze hem in kapot rijden. Het is wel grappig, want ze hebben daar een echte auto voor gebruikt. Geen replica. Er zijn er nog niet eens 2000 van gemaakt, dus op zich was dat een dure grap. Nou, dit is de 3e Speed Champions auto die ik in mijn leven heb gebouwd. En ik vind het zelf de mooiste tot nu toe die ik heb mogen bouwen. In het begin waren ze natuurlijk 6 noppen breed. En ze zijn 2 jaar geleden zijn ze naar 8 noppen breed gegaan. Eigenlijk is dit wel de perfecte schaal. Het is echt op schaal met het poppetje. Je kan precies alle details erin kwijt. Oké, jongens, dat was hem alweer. Wil jij ook zo'n mooie Lamborghini? Race dan nu naar Play Today. En tot de volgende keer.